je bij de start van de Delta Ride for the Roses. Een begrip in Zeeland waar jong en oud aan meedoet. En allemaal fietsen ze voor één gemeenschappelijk doel. Zoveel mogelijk geld ophalen om meer kankeronderzoek te kunnen verrichten. Hoe gaat het? Goed. Prima. Ja. Helemaal klaar voor? Ja, natuurlijk. Heb je getraind? Nee, absoluut niet. Dat is 3 jaar geleden dat ik op die fiets heb gezeten. Bij de vorige Roses. Dus, ik kom wel goed in mijn 50. Dus dat moet lukken. Fiets jij vandaag speciaal voor iemand? Ik fiets speciaal vandaag voor een vriendin die ik vorige week ben verloren. Vorige week? Ja, vorige week nog. Ja, ja, ze is gestorven aan kanker. Dus dat is heftig. Moeder verloren 2 jaar aan een hersentumor. Dus ja, dan weet je gewoon echt wat het is en dan wil je er gewoon van mee fietsen. Met welke gedachten stond je vanmorgen op? Eerst gedachten aan Ellen en hoe het met haar is. En ik weet dat ze met ons mee fietst in gedachten. En dat we het gewoon vandaag gaan klaren. Eigenlijk met z'n drietjes. En daarna gaat de Hier achter mij staan Lydie en haar zus Marion klaar voor de start. Maar afgelopen week ging ik even langs bij Lydie om meer te komen weten over haar deelname. Ik ben een t-shirt aan het maken die we aandoen bij de ride met de tekst van mijn zus erop. Van dat ik fiets voor mijn zus en van voren de foto. Wat kun je zoiets over je zus vertellen? Mijn zus heet Ellen. Ze is de jongste van het spul. Ze is 53 en ze heeft sinds 4 jaar heeft ze kanker. Ik kon het eerst niet geloven. Ik dacht, er is wat aan te doen. En ze is natuurlijk een periode schoon geweest. Dus ik dacht, dat komt dan wel weer. Maar naarmate de tijd verder ging en ze dingen vertelde van ik voel dit of voel dat, toen had ik ook wel het idee van dit gaat misschien wel helemaal de andere kant op. En dat is het uiteindelijk ook geworden. Deze is van 2014. Die is van 2015. Ik heb er 1, 2, 3, 4, 5 stukken of 8 hangen. Wij trainen iedere week. We rijden iedere week mountainbike en in de winter doen we winterspinning. En voor de rest, gewoon gezond leven en lekker bezig zijn. Mijn vrouw die rijdt samen met mijn schoonzusje. Die rijdt 25 kilometer. Dus die start in een andere groep. En wij fietsen gewoon de 120 kilometer voor het goede doel. Volgens mij heb je vandaag een verrassing, of niet? Ik heb een verrassing, ja. Voor mijn vrouw en voor mijn schoonzus. Want Ellen is er ook vandaag. Die is vanmorgen is die aangekomen. Dus die komt bij de finish, staat die klaar om allebei de zusjes te verwelkomen. Dus het is een mooie verrassing en het zal behoorlijk emotioneel worden. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love. Iedereen fietst hier natuurlijk met een doel. Wat voor verhalen kom je allemaal tegen? Ja, hele emotionele verhalen komen we tegen. Hè. Het is echt dat mensen echt voor iemand rijden die ze goed kennen. En vaak is dat een naaste, een familielid of een buurman of buurvrouw of maakt niet uit. Maar iedereen heeft in iedere familie komt wel kanker voor. Dus iedereen heeft ook een achtergrond om de Ride for the Roses mee te rijden. Het is niet alleen maar een fietstocht, maar het levert ook nog geld op voor het KWF. Ik kreeg anderhalf, 2 weken terug in 1 keer een berichtje van mijn zussen. En met een t-shirt die ze hadden laten bedrukken. Ik had zoiets van, waar is dit voor? Want ik stond er helemaal niet bij stil. Dus toen zei ze, vind je het goed dat wij dit aandoen? Want wij gaan 25 kilometer fietsen voor KWF. Vandaag, ja dan hè.
Dus ja, ik zeg, wauw, geweldig. Dus het was allemaal een heel kort dag. Ja, toen zei ik tegen mijn mannen ook van, ik wil nu naar Zeeland toe, we gaan er gewoon voor. En ja, het kost heel veel energie, dat zal ik je vertellen. Maar heb ik er zoveel voor over nu, ja. Ik heb 4 jaar geleden kanker gekregen in mijn rechterlong. Dat hebben ze ontdekt doordat ik hier een knobbel kreeg. Dus dat bleek longkanker te zijn. Dat is, toen zijn de chemo's en de bestraling heel goed aangeslagen. Het is ook helemaal weg. Maar toen kreeg je de pech dat ik 2,5 jaar later in mijn linkerlong kanker kreeg. En een hele andere soort. De rechts was een niet-kleincellige en links is een kleincellige. En daar is nu helaas weinig nog aan te doen. Ik ga volgende week nog de chemotabletten proberen. Maar dat is het allerlaatste. Maar ja. Maar als ik helemaal niks doe, dan zal ik de herfst niet halen. Dus ik ga toch wel alles nog proberen wat ik kan. En word ik er heel ziek van, heb ik ook gezegd, dan stop ik er wel mee. Want dan ik wil nog wel kwaliteit van leven hebben. Ja, dat is het plan. Daar heb je vandaag voor. Zoals het goed is, hebben mijn zus totaal niks in de gaten. Mijn zwagers wel. Ja, als wij daar zo staan, dan ja, als ze me zien, ja, die breken. Ja. Wat is dat dan? Wat is dat dan? Luiten, de mannen van de verf en de spuiterij. Nou, hoi! We hebben het echt niet in de namen staan, maar ook een... Nou ja! De mensen die zijn onderweg. Dus dat is allemaal goed geregeld en goed opgevangen. Deze mensen zijn blij. Die vijf gaat omhoog. Wij hebben het volbracht. Nee. Deze man is steeds schuimer. Ik had een geen slechte nacht. Goedemiddag. Oh, ja, heel schattelijk is dat wel. Ja, maar het verzonnen. Nou ja, dat was het. Wel, ja, natuurlijk. Dat wil ik. Hoe was het onderweg? Hartstikke leuk. Jullie uit dat waarom we het net weer in de deur is op te zeggen. Ja. Mooi hè. Toppers. Niet verwacht. Wij maar denken dat ze vandaag echt een slechte dag had, maar gelukkig niet en ze is hier bij ons. Nou, dat is top. Eén grote verrassing. En dan hoor je dat iedereen in het complot zit. Maar dat geeft niks, het is alleen maar mooi. Ja, we even samen zijn, dat is gewoon bijzonder. Nee, dat had ik echt niet verwacht. Dit is echt een bijzondere, fantastische dag geworden. Je had totaal niks door? Nee, we zijn echt in het ootje genomen door iedereen, door heel de familie. Nee, dit is echt geweldig. Dit kan gewoon niet meer stuk. Dat was Delta Ride for the Roses 2022. Wat je hier merkt is dat eigenlijk iedereen hier wel met een verhaal fietst. En zo heeft het verhaal van Ellen en haar zussen mij ook enorm geraakt. Ja, en zo zie je maar dat er nog heel veel onderzoek nodig is. En dat het ontzettend belangrijk is dat er dit soort evenementen worden georganiseerd. We'll be right back.